Opa was 80, fysiek nog heel sterk. Ging elke zondag te voet van huis naar kerk. Dagen zat hij voor het raam, hij groette iedereen. Altijd kinderen over de vloer en mensen om hem heen. Maar op een dag besliste kleinzoon, opa was te oud. Kleinzoon kocht het huis en heeft het toen verbouwd. En opa werd getransporteerd naar een bejaarde flat. Daar kreeg hij op 13 hoog een kamer met een bed. Aan verzorging had opa beslist geen gebrek. Driemaal daagse maaltijd en soms een kort gesprek. Maar opa miste zijn huisje, zijn raam en zijn straat. De buurt waarin zijn leven ligt, daar waar zijn huisje staat. Maar opa is weggestopt, opgeruimd en neergedropt. Bedankt voor uw werk in de buurt. Geconserveerd en uit de maatschappij geweerd. De tijd is nu voorbij, je kunt nu gaan. Opa, 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 opa. Komt kleinzoon nog eens langs? Eén kort bezoekje, het heeft altijd iets wrangs. Kleinzoon vertelt over de zaak, zijn vrouw het huis. Dat huisje in die leuke buurt, dat was opa's thuis. Kleinzoon zegt, opa, ik moest maar weer eens gaan. De koffie nog niet op, maar de plicht is toch gedaan. En opa bent stilletjes, waaraan heb ik dit verdiend? Diep bij opa binnen is het zijn hart dat heel hard grient. Maar opa is weggestopt, opgeruimd en neergedropt. Bedankt voor uw werk, u kunt nu gaan. Geconserveerd en uit de maatschappij geweerd. De tijd is nu voorbij, je kunt nu gaan. Opa, 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 opa. Opa is gestorven, hij kon het niet meer aan. Zijn hele leven hard gewerkt en toen moest hij gaan. Opa is langzaam vermoord en dat heeft een jaar geduurd. Maar kleinzoon is gelukkig in dat huisje in die leuke buurt. Maar opa is weggestopt, opgeruimd en neergedropt. Bedankt voor